Ze vond het net nog een beetje raar om... Ah, ik mis mijn standaard. Ik moet mijn camera nu elke keer ergens opzetten. Ik heb mijn pakket binnengekregen. Ze kan elk moment komen. Dat is heel spannend natuurlijk. Het hele water werd paars daarvan. Maar niet een beetje paars, hè? Maar... Goedemorgen, het is zaterdag. En Mila logeert vandaag. Ja, Mila komt straks logeren, maar eerst nog wat anders. We zijn aangekleed en ik ga Sarah naar mijn broer brengen. Doe ik daar even een bakje. Ik ga hier bij oma. Nee, ik ga even naar huis tussendoor. Nee. Dan gaat ze aan de PowerPoint-presentatie voor de spreekbeurt werken. Die heeft ze wel helemaal uitgewerkt klaar liggen gisteren. Hebben we hem helemaal uitgewerkt. Gedeelte met de lunch en gedeelte net voor mijn ouders kwamen. Dus de presentatie hebben we maken. De foto's hebben we allemaal al naar mijn broertje gestuurd. En ik heb dan ga ik tussendoor nog even naar huis. Dan kan ik nog even een was draaien, wasvangen, nog even strijken. Allemaal dat soort dingen. Dan haal ik Sarah weer op en dan komt inderdaad Mila lunchen. En Sarah heeft er zoveel zin in. Zo ja, leuk. Kijk, ik heb mooie blaadjes. Je hebt mooie blaadjes. Ze zijn te koop. Zijn ze te koop? Op marktplaats. Sarah is bij mijn broertje en ze vond het net nog een beetje raar om een presentatie te maken. Want ze kon het niet helemaal plaatsen. Dus we hebben net op de televisie een gewoon een heel ander soort plaatje opgezet. Hebben we allemaal een nep spreekbeurt gehouden. Dat is trouwens echt heel moeilijk. Als je zomaar uit het niets, helemaal onvoorbereid, over een random onderwerp iets moet gaan vertellen. Heel kort. En het was heel vreemd. Maar goed, het werkte wel, want het trok haar wel even uit de onbegrip, zeg maar, een beetje. Dus ik kreeg er echt wel een beeld van wat we er probeerden te leren. Mijn beeld is trouwens heel raar, maar dat komt, mijn jobby is weg en die zet mijn camera nog goed neer. Ik mis hem echt. Maar een nieuwe is onderweg. Nu naar huis ga ik even snel een wasje draaien en een wasje strijken en allemaal dat soort dingetjes. En dan ga ik dadelijk Sarah weer ophalen. Volgens mij ben ik nou rond 3, hè? Dus het is nu iets over 12. Dus laat zeggen dat ik een goede 2,5 uur heb. Dus dan kan ik nog even wat doen en ook voorbereiden voor straks. Ah, ik mis mijn standaard. Ik moet mijn camera nu elke keer ergens opzetten. Ik heb mijn pakket binnengekregen. Deze was bij buren bezorgd. Deze was wel bij buren bezorgd. Die andere pakketten echt zoveel moeite gedaan om te kunnen vinden. Maar niet vindbaar. Ik heb nog 3 postkaartjes erbij. En ik heb ook nog iets besteld om ze dadelijk leuk in te kunnen zetten. Maar dat komt volgende week. Dus, en ik had mijn moeder toevallig al voor 1 pot labels gebruikt. Net al. Toen wist ik niet eens dat ze nu binnen gingen komen. Dus ja, ik heb ze natuurlijk al bij die andere laten zien. Maar die ene kan ik dadelijk gelijk vullen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Eentje gaat ook Mie in. Want ik heb die kleine Mie. En ik heb een rekje, of 2 rekjes besteld. Die komen in de keuken aan de muur. Er is wel een andere stel dan mijn kast daar. Oh, ik krijg de stikjes in. Mijn nagels zijn met die gel echt te dik. Maar goed, eentje ga ik dus gelijk al vullen en dan komt er van de week een rekje en dan kan ik die potten daar helemaal leuk in zetten. Want het was niet de bedoeling dat het er gewoon aardig bleef staan zoals het nu staat. Mag Mark of een aantal even die stickers van me eraf halen, want ik krijg er geen houvast op. Of ze moeten half los zitten, soms heb je dat soort bollen. En dan lukt het wel. Ik vind het helemaal leuk met potten en ik vind ook echt dat mijn keuken veel overzichtelijker is erdoor. Oh, deze heb ik wel geluk. Kijk, deze sticker heeft, kun je dat zien op de camera? Hier laat hij al een stukje los en dan krijg ik hem te pakken. Dus deze kan er wel af. En dan gaat in deze dadelijk de Mie gelijk. Oh, dan wil ik gelijk dat rekje nu binnen hebben, maar ik heb pas net besteld. Dus 2 inval. Dan ga ik allemaal voorraadpotten en bussen daarop zetten in de keuken. En dan wordt dat een helemaal leuk hoekje. Dit kan weg.
En ik kan Sarah ook gaan ophalen, dus ik ga gelijk de deur uit. Zij is weer thuis en die is vol spanning op de vriendin aan het wachten. Je hebt er zin in, toch? Oh, krijgen we nu zo. Dat vind ik wel fijn. Kan je even knuffelen? Ze kan elk moment komen. Dat is heel spannend natuurlijk. Ja, we gaan bij hem slapen. Ja. Dat is de eerste keer dat hij iemand bij mij slaapt. Ja, dat is de eerste keer. Ik heb al twee keer bij iemand geslapen. Eén keer bij Marley. Dat was naar een feestje. Een grote mensenfeest. Want daar bracht oma veel in mij naartoe. En één keer bij Mila. En één keer bij Mila. Ja, dus je derde vriendinnen slaapfeestje in je eerste jaar. Ja. Dat is leuk. Ja. Ja. Spannend, hè? Ja. Elke minuut duurt lang dan, hè? Ja. Ja. Mila is er. En het is gelijk bodytime. Ja, en hij kon gewoon op mij liggen. Ja, ik wou gelijk op schoot liggen, hè? Mag ik hem optillen naar mijn schoot? Nee, doe je op je schoot zo tikken van kom maar, als die wil. Doe maar niet, Mila. Anders komt maar hij zo mag hem toch aaien. Maar anders komt hij niet. Hij komt zo ook wel bij jou. Zetten we hem zo bij jou neer, Sarah. Gewoon geduld. Maar hij ligt zo, kijk hoe lekker die ligt. Laat hem ook even. Wat vinden we altijd belangrijk, Sarah? Dat we diertjes wel gewoon zelf hun eigen ding laten doen. Hè? Dat we ze niet dwingen. Alex. Ah, gaat ze wassen, Mila? Dat is schattig, dan gaat hij zo zijn kopje wassen. Moet je hem even laten, dat is zo schattig als hij dat doet. Ja, maar kijk, jij alles valt. Ja, je arm zo houden, dat is prima. En deze dames zijn heel benieuwd wat we gaan eten, want ze weten het nog niet. Wat gaan we eten, papa? Wij hebben lekker Burger King. Sausje. Nou, we hebben hier heel veel saus als die er niet bij zitten. We hebben heel veel sausjes. Wat zit hier nog meer in? Wat zit hier in? Kipnuggets. Ketchup? Dit is een burger en nog een burger. Heb jij geen patat? Ik wil ketchup. Heb jij geen patat? Ik niet, nee. Zo, kan je nou geen patat nemen? Dat is echt een doodzonde. De meiden zijn gaan slapen. Ik hoor ze heel de tijd boven. Was wel grappig, want ze gingen echt snel. Bij Mila hebben ze geen bad. Wel een jacuzzi overigens in de tuin, maar geen bad. Dus ze wilde hier heel graag een bad. En zij heeft natuurlijk pas die bruisballen gemaakt. Dus die wilde haar bruisbal, maar Mila had ook een bruisbal bij zich. En een roos, die konden ze dan uit elkaar trekken, ook voor een bad. En ze had nog andere badfiguurtjes, zeg maar, van die kleine, wat dan ook oplost. En we hadden nog van die kleine badzouten paaltjes, die glitteren een beetje. Uiteindelijk hadden ze alles erin gedaan, dus dat hele water werd paars daarvan. Maar niet een beetje paarsig, maar je kon gewoon letterlijk niet het water meer inkijken wat er onder water was. Dus echt wel heel grappig. Dus daar hebben ze heel lief in zitten spelen. En toen moest ik ze wel echt afspoelen, want ze waren gewoon echt paarsig. En grappig. Dus dat was even boenen. En toen gingen ze echt vroeg, in ieder geval vroeg, ze waren echt snel bed. Want ze hadden echt zoiets, oh slaapfeestjes, we willen echt naar bed. Nou, Sarah wil nooit naar bed. En als Sarah opeens zelf naar bed wil, dan ga ik me altijd zorgen maken. En nu liggen ze echt te kletsen en net was ik stiekem aan het luisteren. Toen gingen ze elkaar massage geven, want ze hadden allebei wel last van hun schouders. Echt te grappig, super schattig. En Marco die is nu de deur uit, want we gingen natuurlijk Kentucky eten. Maar we zouden eigenlijk bij de Mac zouden gaan halen. Want ik denk leuk, happy meal voor die meiden. Alleen toen kwam hij bij de Mac en echt, hij zegt, nou, er stonden minimaal 40 auto's te wachten. Hij zegt, ja, dan ben je zo lang aan het wachten. Dus toen is hij naar de Burger King gereden. Alleen, ik had dingen zelf van de Mac die niet bij de Burger King zijn. Dus die had Marco eigenlijk gewoon weggelaten. Maar daardoor had ik best wel weinig. Dus ik heb echt zo'n honger nu. Dus hij is nu naar de Kentucky. Erg, hè? Maar dan... Oh. Hi. Hetzelfde als altijd. Ja. Nou, of doe maar een two-piece. Ja. Dan is ook zonder maiskolf, two-piece, patat en drinken krijg je dan. Nee, die pasta guava. Altijd die is lekker, man.
Oké. Oké, tot zo. Doei, doei. Nou, daar komt mijn eten dus zo aan. Maar ik had dus echt gewoon, ja, ik had een paar kipnuggets en wat patatjes. Maar dat vind ik echt te weinig. Dus ik heb echt honger nu. Maar het komt er dus zo aan. Ja, ik ga denk ik even heel snel editen voor die er is. En hopelijk dat ik die vlog af heb. Ik zit trouwens echt lastig te doen met mijn camera. Ik wil echt dat mijn nieuwe jobby binnenkomt. En dan hoop ik dat die kan renderen voordat Marco er is. Jee, mijn eten is er. Oh, en ik heb zo'n trek. Kijk, mijn doekje. Ik heb kippies en pastatjes. En ze hebben dit keer wel een keer veel gedaan. Soms doen ze zo weinig bij deze kipnuggie. Het zit er meer in. Oh, zout en peper. Ze hebben wel echt veel erin gedaan dit keer. Echt netjes. Ik heb echt wel eens gehad dat we hier bestelden. En dat je echt... Nou, bij één keer geteld hadden we 12 patatjes. Nou, dat gaat natuurlijk echt nergens over. En nu krijg ik dus wel een volle bak. En 2 kipstukjes. Als die ene wel weer... Nou, die is wel weer echt heel klein. Maar goed, kijk. Deze is wel normaal. Maar deze, dat is echt een mini. Nou, jammer joh. We zijn weer Married at First Sight aan het kijken. Waar ik eens heel veel boven mijn meiden kijken. Maar echt, die Troy. Echt. Oh, kijk je het ook? Heb echt wij. Echt, nou, we gaan helemaal stuk. En we irriteren ons echt mateloos aan hem. Maar hij is zo apart en ook elke keer bij haar zit hij. Oh ja, ja, oh. En dat, nou echt, ik kan het gewoon niet uitleggen. Echt, hoe dan? Maar goed, de meeste stellen vinden we wel echt heel leuk. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat allemaal gaat gaan. En nu is het weer tijd om de laatste dingetjes op te ruimen. En lekker te gaan slapen. Ik ben ook echt moe. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!